Hey iedereen, alles goed? Goeie nieuwe intro ook. Ik weet niet of ik moest trappen aan mijn fluittoon of gewoon moppen beginnen vertalen eigenlijk. Sommige mensen doen hun fluit. Oh nee, ik kan niet zeggen dat ik blij ben om hier te zijn, want iedere comedian komt altijd op, ik ben blij om hier te zijn. Nee. Je weet niet wat een mens heeft meegemaakt overdag. Dus echt eigenlijk, bijvoorbeeld, ik ben een mens, ik heb echt niet veel nodig om een klotendag te hebben. Dus echt gelijk, ik woon in Antwerpen, boe! En ik kwam gisteren buiten en ik heb een lelijke mens gezien. Weet je, dat hoeft het voor mij al niet meer. Ik bedoel, waarom zou je nog moeite doen als lelijke mensen gewoon mogen rondlopen? Ik vind dat echt ambetant. Als je 's ochtends opstaat en je kijkt in de spiegel, dan je van, godverdomme, blijf thuis. Ik vind u vervelend. Dus echt, mijn probleem met lelijke mensen is een beetje hetzelfde probleem dat ik heb met vrouwen die te veel tet tonen voor onbepaalde reden. Zijn er mensen die naar komen eten kijken? Niemand? Nee, die weten, dat is die gebotoxte bulldog met die blonde pruik, hè? Ik krijg dat scheid van, want dat zijn altijd de vrouwen die te gaan van, allee, alle mannen zitten hier naar mij te kijken. Hoe komt dat nu? En ik vind gewoon, als man, als je zo'n vrouw ziet, moet je het recht hebben om er naartoe te kunnen gaan en zeggen, je kunt kiezen. Oftewel, bedekt is, zoals steek ik mijn fluit ertussen. Dat is toch waar, doen de slager steekt zijn vlees ook in de toonbank, je hangt het er niet over, hè? En dat is wat hetzelfde met lelijke mensen. Als je lelijk bent, oftewel zoekt een nut, oftewel bedekt je eigen. Want het was echt een lelijke mens dat ik gezien heb. Heb je dat een keer gehad dat je zo'n lelijke mens ziet dat het een verhaal wordt? Dat je het gewoon later op kerst nog een keer vertelt. Weet je nog die keer dat we een lelijke mens gezien hebben? Was echt een lelijke mens. Het was echt... Zijn er mensen die de klokluider van Notre-Dame gezien hebben? Het was hem. Het was echt hem. Het was hem. Echt zo'n bult in zijn nek en in een gezicht. En je had dan gezien dat ik naar hem aan het kijken was, want ik was aan het wijzen. Hij komt hem zo tot bij mij gevlogen. Moet wel niet lachen met mij. Ik zei, zet jij die buiten, kom dan, jong bro. Zegt de mensen, like ik, hebben recht op een normaal leven, een normale dagjob, net zoals iedereen. Ik zeg, ja, en ik respecteer dat ook enorm. Bedoel, niet iedereen heeft de energie om iedere dag in dat klokkentoon aan dat touw te gaan trekken. Maar ik vind dat echt vervelend dat lelijke mensen gewoon... Weet je wat het probleem is met lelijke mensen? Ze leiden je af voor onbepaalde redenen. Dat is waar ik eigenlijk wel op uitkom. En dat gebeurt overal en je let daar gewoon niet op. Nu, pas op, ik ben ook een lelijke mens. Ik weet dat ook van mijn eigen. Dit is gewoon 22 jaar pure inteelt, jong. Mijn lichaam is zo naar de kloten gewoon. Ik ben een artiest, dus ik leef op rommel. Snap je? En ik ben altijd lang en mager geweest, maar zo, ik probeer veel vet te eten, maar dat gaat naar de verkeerde plekken. Snap je? Mijn armen en mijn beentjes blijven. Ik ben gewoon nog altijd een nooiwagen die gewoon rondloopt. Maar al mijn vet gaat gewoon naar mijn buik. Ik ben gewoon zo'n mandarijn met een stilo door aan het worden. En dat is echt smerig. Als ik aan dit tempo doorga, ben ik op mijn 30 gewoon een meloen met tandenstokers. Ik heb ook zo de plooi. Zijn er hier nog mannen die de plooi hebben? Dus als je zo in je bloot bovenlijf zit te eten voor een tv, raakt alles hier zo verzameld. En op het einde kun je gewoon eentjes in het park gaan voederen eigenlijk. Gewoon... Eet uit mijn plooi, eentjes. Komt erop neer, dit is gewoon smerig. Iedere keer als ik bloot ben en ik sta zo, is het like Jan de Kler die droevig kijkt. Maar ik heb wel een vriendin. En het leuke is, het is een vriendin die mijn hobby's respecteert. Dat is altijd een cadeau, hè. Want ik ben verslaafd aan videospelletjes. Ik weet niet of er die nog zijn. Komt er maar vooruit. Steek die overontwikkeld muishand een keer omhoog. Maar ik speel graag videospelletjes en dat is wel... Mijn ex haatte dat. Mijn ex haatte dat met een passie. Ik heb een PlayStation 3, ik mocht die nooit aanzetten. Nooit. Iedere keer dat ik je naast zo... Bliep, bliep, wat was dat? Niks. Gewoon een keer aanzetten. Hij is een grote dure pres papier dat we gekocht hebben. Gewoon een keer aanzetten. Echt, volgens mij sloeg ze hem toen ik niet thuis was. Wat heb je, hè? Dat kijk die heb. Geheugen. Het was ook wel zo. Oh my God. 80 gig PlayStation 3, 2 megabyte vriendin. Er staat een supercomputer in mijn living. Ik ben aan het poepen met een USB-stick.
Maar ik speel graag videospelletjes. Ik word als kwaad als mensen negatieve dingen zeggen over videospelletjes. Dat gebeurt vaak. Hè. Iedere keer als een jonge gast in de gazet komt en de aandacht even iets mispeutert op het niveau van like, Kim de Heldere, Hans van Temsel, die toestand. Het eerste was dan grijp. Is zeker beïnvloed door de media. Boe. Media, boe. Kijk, ten eerste, wat is media? Bij mij is media een leeg mapje op mijn computer dat blijft terugkeren. Media, boe, media. Ik ben opgevoed met... Ik ben van 87, ik heb de gewelddadige dingen gezien. De Tom en Jerry. Ga me niet zeggen dat dat niet gewelddadig is, hè. Wil je een naambeeld op je kat laten vallen? Er groeit geen buil uit, hè. Oef, weg. Gewoon een put met vier poten en een staart naast. Dat is, doe het. Maar hetzelfde met videospelletjes altijd. Je videospelletjes. Ik ben opgegroeid met Super Mario. Ik heb nog altijd niemand ontmoet dat daarin blijven steken is. Dat je zo buiten komt, mensen met schildpad naar elkaar aan smijten. Op elkaar zijn kop aan springen. Had dat toch dood? Had dat toch dood? Waar is mijn champignon? Een prachtige wereld, Super Mario Land. Gewoon eens iemand in een rioolput duwen. Zo. Waarom heb je dat nu gedaan? Eerst naar level 2. Ze zijn ook van iedere videospelletje een film aan het maken. Dat vind ik ook niet zo'n top idee. Er zijn zo een paar spelletjes waar ik echt geen film al wil zien. Gelijk Tetris. Dat zou een verschrikkelijke film zijn. Zo'n sprookje over een metser dat een huis probeert te bouwen. Maar iedere keer als hij een rij steen af heeft, dat hij weer verdwijnt. Zo. Dat gaat hier verschrikkelijk lang duren, denk ik. Help me, Ben Krabbe. Nog een slecht film, die is Pac-Man. Alsof een dikke Chinees in een labyrint woont. En hij wordt zo constant achtervolgd door drie wijven in burka. Nee, maar ik ga afronden met een echte mening. En, ik ben nogal een grote film van. Het beste dat ik ooit gehoord heb van een domme mening dat onnodig was, dat was bij Avatar. Zijn er mensen die Avatar gezien hebben? Ja, dus ik zat in de cinemazaal bij Avatar met de rest van half kwijlend. Ik lees het laatste nieuws Vlaanderen. Ik heb niet veel reclame nodig om iets goed te vinden. Dat ken ze wel. Grote blauwe poes. En film is gedaan. Dus de twee kenzo's voor mij, de een tegen de andere. Marginaal, hè. En de een tegen de andere. En wat vond hij van de film? Wow, ik vond het toch niet zo. Ik vond het niet van de beste films. Wow, waarom niet? Wow, James Cameron had beter een vervolg op Titanic gemaakt. Kan je er goed laten over nadenken? Hij had beter een vervolg op Titanic gemaakt. Hoe gaat dat dan weer zijn werk? Dat je dan gewoon zo oppikt wat er voor geëindigd is. Dat je zo de Leonardo weer laat boven komen. Brrr, toma fris dat beneden. Zo, maat, waar is dat wijf naartoe? Alright, ik ga je terug aan de butler van Batman overlaten. Ik was zeer graag voor u, Xander Rijken. Laat u maar een keer horen.